What's going on? Van Staparmoede 053. Wat doen wij zoal? Wij helpen minder bedeelde mensen aan voedsel, huisbaar, activiteiten, dagjes weg voor de kinderen, waarvan ze thuis ook echt niet kunnen betalen. Nou, dit is Naomi. Ja, de rechterhand van Evelien, die invalt wanneer Evelien niet aanwezig is of mensen aanstuurt wanneer Evelien niet aanwezig is. Oké, wat mij aansprak, dat was dus dagje uit met de kinderen. Ja. Ik heb jou, of Petra heeft jou gebeld. Wij hebben de mail gestuurd naar Rijden voor Geluk. En we wouden graag dat jullie gaan winnen, zodat die kinderen een dagje weg kunnen. Klopt, als wij mogen winnen, is de bedoeling om misschien met één van jullie, of voor Rijden voor Geluk, een dagje weg te gaan met de kinderen. Waar naartoe moeten we nog even natuurlijk even kijken. Maar het zou gewoon mooi zijn dat je gewoon zeg maar naar een pretpark kunt. Misschien een dag daarna nog naar de McDonald's. Om de ouders eigenlijk een beetje te belasten. En de kinderen een onvergetelijke dag te geven. Nou, dat vind ik super. Wij zijn hier bij elkaar. En hi! Wat lief. Moet kunnen. Ik ga jouw naam niet noemen, maar ontzettend bedankt dat jij jouw verhaal wil doen. Daar begin ik mee. Dankzij Evelien, Stop Armoede 053, ben je hier. Evelien heeft dus die bericht geplaatst op Facebook. En jij was de eerste die reageerde. Dat vind ik ontzettend moedig. En ik hoop zo dat deze stichting wint. Want ook door jou... je verhaal vertelt, kom er misschien een stapje dichterbij. Wat ik begrepen heb, je hebt gewoon altijd gewerkt. Ja, klopt. Ja. En een gezinnetje, mannetje? Gezin met twee kinderen, ja. Hoe ben je je werk kwijtgeraakt? Ik ben zelf gestopt nadat ik kinderen heb gekregen. Ja. Mijn man werkte in Duitsland, heeft een bedrijfsongeval gehad. En toen is het misgegaan. Hij is zijn baan kwijtgeraakt. Hij is blijven vliegen. Omdat hij in Duitsland... Gaat het weer? Het gaat weer. Je moest niet even stoppen, maar doen we een poging. Nadat mijn man... Die had gewoon een normale baan in Duitsland. Wel als uitzendkracht, maar hij werkte gewoon 40 tot 60 uur in de week. We hadden gewoon een normaal inkomen. Waar we gewoon normaal goed van konden leven. En na dat ongeluk in Duitsland was hij in één keer alles kwijt. We hebben maanden zonder inkomen gezeten. En toen we eindelijk inkomen kregen, was het omdat je in Duitsland werkt anders dan hier in Nederland. Moest je naar een arts zien, die ging weer kijken hoe ver het was. Wel geld, geen geld. Eén keer in de week geld, één keer in de 4 weken geld, één keer in de 3 weken. Je kon nooit pijl trekken op wanneer je weer de volgende loon of inkomen had. We schamen ons daar ontzettend voor, maar daardoor zijn we gewoon financieel zwaar in de put gekomen. En hoeveel ik mij ook voor schaam dat ik hier ook zit, dat ik het verhaal doe. Ik doe het niet voor mezelf, maar voor alle kinderen hier in Enschede die dus in dezelfde situatie zitten als wij. Je wilt gewoon dat die kinderen even uit de thuissituatie komen. Dat ze even een dag lol, plezier, geen ellende, geen armoede. Gewoon een dag weg kunnen. Want ze krijgen ongeacht hoe dan ook van de ouders de stress mee, hè? Je zit 24 uur per dag
te denken van hoe komen wij deze dag door? Heb ik vanmorgen nog brood op de plank? Kunnen de kinderen mee naar school? Wat nemen we mee voor school? Dat de ouders droogplak brood eten is niet erg als je kinderen maar kunnen eten. Dat konden wij helaas niet meer. De stichting waar we dit voor opnemen heeft ons in die periode zo ontzettend geholpen. Er is een donor geweest die heeft ons zelfs geld gesponsord dat mijn kinderen mee mochten op schoolreisje. Fantastisch. En ik wil gewoon dat de kinderen die nu in diezelfde situatie zitten als wij op dit moment zitten, ondanks dat we nu beetje nu gelukkig eruit klimmen, omdat Nederland eindelijk ziet dat mijn man dus blijvend gehandicapt is, dat ze een dag weg kunnen, dat ze een dag alle zorgen achterwege kunnen laten, dan een dag vol met plezier, waar ze weer weken op kunnen teren. Ja, echt wel. En hoe ben jij zo bij Stop Armoede 053 gekomen? Dat is een hele goeie. Ik geloof via Facebook dat ik daarin mee in aanraking kwam. En als de nood heel hoog is, grijp je alles aan voor je kinderen om maar te overleven. We leven niet meer, we overleven. Je gaat dag in dag uit, chagrijnig. De spanning is ontzettend hoog. De schaamte naar de buitenwereld is zo groot dat je als ouder zijn niet kunt doen wat je wilt voor je kinderen. Maar jij hoeft je niet te schamen. Dat heb je misschien al 100 keer gehoord. Weet je, je komt in een situatie terecht waar je niet om gevraagd hebt. Ja, ik wens mijn man niet levend invalide. Nee. Überhaupt geen ongeluk. Ja? En dan kom je, al eerst krijg je die stress. Dan krijg je dat eigenlijk een trap na qua inkomen. Zo zie ik het. Ja? Je hebt al de zorg van je man. En hij daar, ik heb het gezien, je hebt nog kleine kindjes. Ja. Ja. Ontzettend jong. Daar heeft grote zorg voor. En dat het inkomen daar niet loopt, dat is gewoon schandalig. Het was op laatst zo erg dat zelfs de stichting soms kleding sponsorde. Wij konden brood ophalen. En zonder dat hadden wij het gewoon niet gered. Ik weet niet wat ik dan had moeten doen. Alles gaat door je hoofd heen. Je bent als man te zorgen. In het begin kon mijn man zelfs zijn eigen brood niet smeren. Hij kan nog steeds niet zulke spijkerbroek aan, want die knoop krijgt hij niet dicht. Schoenen, in het begin moest ik strikken. Je bent gewoon 24 uur per dag bezig met het overleven, het verzorgen van je man, het zorgen voor je kinderen. Nergens kun je aankloppen, want niemand begrijpt het. Je krijgt door de overheid hier in Nederland, door de UWV, gewoon een trap in je reet van je zoekt het uit. Dan had je maar moeten sparen voor de tijd bijvoorbeeld. Je kunt gewoon nergens meer naartoe. Ja, dat vind ik echt kromgul. Je had moeten sparen. Nederland is geen goedkoop land, dat weten we allemaal. En je weet wat je in de maand krijgt. Ja? Maar je kan niet met kleine kinderen bergen sparen. Ik kan het niet, laat ik het zo zeggen. Je wist op laatst niet eens meer wat je in de maand kreeg. Nee. En je vult het ene gat op met het andere gat. Je zakt van het normaal naar de stad heen kunnen en wat kunnen kopen naar niet eens de deur meer uit durven. Gordijnen dicht. Bang dat er een deurwaarder komt. Maar. Ik vind het ook heel erg dat ik hier zit en dat ik het verhaal vertel. Maar ik doe dit omdat ik mijn schaamte kwijt wil. Het is niet onze fout dat we in deze situatie zitten. Nee. We proberen aan alle kanten om er weer uit te komen. Maar voornamelijk voor de kinderen. Ik vind het fantastisch. Ik vind het echt fantastisch dat je hier aan mee wilt werken. En ik hoop van ganse harte mensen, jullie hebben nou dit verhaal gehoord. Stop Armoede 053. Ja, die melden wij aan, omdat wij willen dat al die kinderen die het gewoon niet makkelijk hebben thuis, door wat van situatie ook, dat die een dag op reis kunnen. Graag met hele grote touringcar naar een prachtig mooi pretpark en het liefst nog een McDonald'sje erachteraan. Bedankt. Stemmen. Beste rijder van Rijden voor Geluk, wist je gewoon dat 75% van de kinderen met een energiestofwisselingsziekte gewoon niet ouder wordt dan 18 jaar? Helaas heeft mijn vriendin Sharon ook een energiestofwisselingsziekte. Gelukkig behoort zij tot de 25% die wel ouder wordt dan 18 jaar. Op dit moment is Sharon 25 jaar en het vooruitzicht heeft wat ze heeft, dat is
afwachten. Het is een progressieve ziekte, dus het kan elk moment de verkeerde kant op gaan. Maar ze heeft zichzelf wel voorgenomen om mee te doen met een challenge. En dat is om in juni de Mont Ventoux op te gaan fietsen. Dat gaat ze samen met mij doen op een tandem. Dat zie je zo meteen nog wat terug in het volgende filmpje. Waarom doen we dit? We willen zoveel mogelijk geld ophalen voor het groeidoel van Join for Energy. Dit hebben wij in onze eigen naam gegeven, Sharon for Energy. En op die manier proberen we zoveel mogelijk sponsoren en giften binnen te halen voor onderzoek naar medicijn. Op dit moment zijn de onderzoeken best ver, maar helaas is het geldpotje op dit moment leeg. Ze hebben dus alle steun heel hard nodig. En daarom hoop ik dat wij op jullie stem kunnen rekenen. Want ik weet het van jullie. Jullie kunnen echt een heel mooie prestatie neerzetten. Een mooie groep. En hou geld op voor een mooi doel. Share for Energy. Ik hoop op jullie stem. Ik ga toe beklimmen omdat ik een energiestofwisselingsziekte heb. En daar is nog geen medicijn voor. En daar is heel veel onderzoek voor nodig. En daar is geld voor nodig. Voor mij betekent het heel veel dat Rutger met mij dit samen wil doen. Anders had ik dat nooit gekund eigenlijk. Het is niet fijn om de ziekte te hebben, maar ja, je leert er op een gegeven moment wel mee leven. Ik weet het nu ongeveer 7 jaar volgens mij. En daarvoor was ik eigenlijk altijd een beetje aan het kwakkelen met mijn gezondheid, omdat we niet wisten wat het was. De dag dat we gaan trainen, dan moet ik eigenlijk proberen om niks verder te plannen, want anders lukt het gewoon niet. Deze fiets hebben wij gesponsord gekregen van Cannondale in Oldenzaal. En we zijn gewoon met ons verhaal naar hen toe gegaan, omdat ja, als je op internet gaat zoeken naar een racefiets en een tandemvorm, zijn er niet heel veel te fietsen. Dus gelukkig maakt Cannondale de tandem. Ja, het mooie van de fiets is, je kunt beide gewoon trappen en de kracht lever je samen over en dan kom je samen vooruit. Ik ben degene die stuurt en ook degene die schakelt, dus Sharon kan mij zeggen of het zwaarder of lichter moet. En ja, verder leef je eigenlijk beide dezelfde kracht. En daarmee gaan we samen dan omhoog. We hebben laatst voor het eerst voor mij een langere afstand gefietst. Dat was 30 kilometer. Daar hebben we een uur en iets minder dan een uur en een kwartier over gedaan. Dus dat was voor mij al wel heel wat. En vanaf nu moeten we dat uitbouwen. We hebben gewoon lol samen onderweg. Dat moet ook wel, anders duren die fietstochten wel heel lang. Het filmpje wat je net hebt gezien is opgenomen door TV Enschede. Mocht je nog steeds vragen hebben of meer informatie willen, kun je altijd kijken op onze website www.sharonforenergy.nl. En mocht je vragen hebben, je staat ook op ons hoe je kunt bereiken. En alle hulp kunnen we zeker gebruiken. Vergeet niet te stemmen op ons. Break, 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 break.